Gaat allemaal zitten op een stoel. We gaan stilaan beginnen met de vergadering. Voorzitter, Chris Peters komt volgend jaar naar Europa. Dat meen je? Janssen, respons. Beste Europarlementariërs, heugelijk nieuws, want Chris Peters wordt onze nieuwe collega. Voilà, dat meen je niet. Weer zo'n nut. Jij bent een Belg die hier op het einde van zijn carrière nog grappig geld komt raven. Hier is Louis Michel, dan geef Verhofstadt en Siegfried Brekken zit hier ook al. Waar gaat dat godverdomme aan, die meneer de voorzitter? Merkens, kalm. Ten eerste, uw informatie is niet correct. Dat is niet Siegfried Brekken, maar iemand dat er keihard op trekt. Ten tweede, wij zijn elke euro hier dubbel en dik waard. Merkens, stop naar mijn lachen. Je weet hoe dat Louis Michel op zijn paard zit. Maar ik zit helemaal niet snel op mijn paard! Ah, oh, dek en kalmeert. Ze biedt krediet uit dekker. Wil je niet beter rustig een beetje aan slapen? Irvintje, pak de slaappilletje. Ik vraag mij af, hè, of die Chris Peters hier wat mag zijn, hè? Want die woont niet in Europa, heb ik gehoord. Hè? Dat was ons ook ter oren gekomen, daarom roepen wij op als getuige de kusvrouw van Chris Peters. Ik ben Martin Damman en ik kan jullie eerlijk zeggen dat alle slagers en bakkers in Europa onze Chris kennen. Voilà, ik ben overtuigd. Wij heten bij deze Chris officieel welkom. Kom jongens, we zijn nu onnodig geld aan het verspillen. Ik stel voor dat we overgaan naar de orde van de dag. Namelijk, wat gaan we eten deze middag? Dank u wel. Ja, goeie idee. Ja, we gaan nu stemmen op het wetsvoorstel van Letland om kaaskroketjes toe te voegen aan de menu. 448 voor, 197 tegen. Proficiat Letland. Woe! En smakelijk iedereen. Yes! Dames en heren, de vergadering zit erop. Goed gewerkt allemaal. Ik stel voor dat we afsluiten met het Europees Parlementslied. Klappen in de handjes, wij zijn rijk. Ook al bent ons werk gezonden aan de dijk. Ah, gisteren. Palen, we hebben ze al verdiend.